Take me back, take me back. Wij Nederlanders houden enorm van barbecuen. Gezellig met z'n allen aan het bakken en braden. Waar we minder van houden, is het opruimen na afloop. Hoeft ook niet, want er is een oplossing voor. En die ga ik bespreken met Mark Verwijst van barbecueenzo.nl. Mark, barbecue is erg populair in Nederland, hè? Ja, absoluut. En zeker niet alleen in de zomer, ook in de winter. Gezellig samen zijn met z'n allen, vuurkorf erbij, flesje glühwein. Mensen willen gewoon beleving, gezellig met z'n allen samen zijn. Het is alleen wel zo, voorbereiding is best wel intensief als je een beetje een leuke barbecue wil geven, toch? Ja, dat klopt. Er zijn mensen die genieten ervan om heel de dag in de keuken te staan en lekker zelf alle voorbereidingen te doen. Maar er zijn ook heel veel mensen die houden er niet van. En die kiezen een bedrijf daarvoor. En die houden gewoon een stukje gemak. Dat bedrijf waar je het over hebt, waar kan die dan voor zorgen? Dat bedrijf kan zorgen voor de complete barbecue. Inclusief de aankleding, de tafel, stoelen, parasols, eventueel een kachel erbij. Als het minder weer is. Ze komen alles netjes brengen. Het wordt ook weer teruggehaald. De afwas hoeft niet gedaan te worden. Dus alle zorgen zijn in handen van het bedrijf. Wat kan ik van dat bedrijf verwachten? Ja, een barbecue wordt compleet geleverd met lekker vers fruit erbij. Lekkere verse rauwkostsalades, diverse soorten vlees. Vis op dit moment ook heel erg populair op de barbecue. Halal producten zijn aanwezig. Eventueel vegetarisch voor de mensen die dat graag zouden willen hebben. Of als mensen een speciaal dieet hebben. Daar kan ook voor gezorgd worden. Nu is het zo dat we zometeen echt gaan barbecuen. Maar ik zie dat er nog best wel veel voorbereidingen getroffen moeten worden. Kan ik helpen? Ja, tuurlijk kun je helpen, Harald. Er is voldoende te doen, dus ik zou zeggen, begin maar. Ga ik zo doen. Voor u thuis, u gaat even naar de break toe en zometeen ben ik terug met meer barbecue tips en tricks. Hey Mark, wat is nou het meest populaire stukje vlees op de barbecue? Ja, dat is toch wel de hamburger. Hamburger, saté en speklappen. En met kip moet je vooral geloof ik extra voorzichtig zijn, hè? Ja, kip zou ik heel voorzichtig zijn. En als je daar bang voor bent, kun je altijd kiezen om het even voor te garen. Zodat het zeker gaar is. En Mark, ik wil zeggen dat jij de barbecue-expert bent. Waar moet je nou op letten als je gaat barbecuen? Zorg dat de barbecue goed ingeolied is. En zorg dat je het vlees de kans geeft om te laten bakken. Dus door het vocht wat er in het vlees zit, bakt het vanzelf los. En kun je het zo omdraaien. Dus niet te snel gaan trekken? Niet te snel omdraaien. Heel even laten bakken en dan omdraaien. Mark, wanneer weet je nou of iets gaar is? Ja, dat is toch een kwestie van gevoel. Zorgen dat het in ieder geval niet helemaal zwart wordt. Dat wil niet zeggen dat het gaar is. Maar zachtjes aan beginnen met bakken. En vooral bij kip zou ik ervoor kiezen om hem heel eventjes in te snijden. Om te kijken of het zeker gaar is. Ten slotte, hoe oriënteer ik me nou op zo'n barbecue? Ja, het makkelijkste is toch via internet. Daar staat alle informatie op. Daar kun je natuurlijk om een advies vragen. Wat u allemaal nodig heeft voor de barbecue, er wordt een automatisch advies gegeven. Wat u eventueel nodig heeft aan gekoelde dranken, die worden erbij geleverd kunnen worden. Of vlees, of vis. Alle mogelijkheden, alles is te combineren. Dus eigenlijk heel makkelijk. Is het bijna klaar? Kunnen we aan tafel? We kunnen bijna aan tafel. Aan tafel! Mark, ik ben heel benieuwd. Wat mij betreft is het barbecue seizoen begonnen. En mochten jullie thuis meer willen weten over het onderwerp, surf naar onze website of bezoek onze Facebookpagina. Zo.